Welkom bij Stoelfit. Vandaag weer een ontzettende leuke les met een tijdschrift. Dus pak even een tijdschrift erbij, want een beetje stevig is. Gaan we allemaal dingetjes en oefeningen mee doen. Leg maar even voor je neer op de grond. En ik heb natuurlijk weer fantastische muziek. Oké, tijdschrift op de grond. En ik tik met mijn voet op het tijdschrift. 1, 2, 1, 2. Ja, dan had je nooit gedacht, hè, dat je een tijdschrift zou gebruiken om allemaal oefeningen te doen. Oké, armen mee. Tik en tik. Je voeten zijn het belangrijkst. Je armen mogen erbij. Dus als het niet lukt met tegelijk armen benen, dan doe je gewoon zo. Oké, let op. Je hiel. Oké, en ik duw echt mijn hiel naar beneden. Dus duw en duw. Ik trek meteen naar mijn scheen. Ik ga ook een beetje opzij. En op de muziek gaat het eigenlijk vanzelf. 4, 3, 2. Oké, let op. Struit, dus bijt en sluit op het tijdschrift en de buiten. Niet smokkelen. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ik kan mijn handen meenemen. Oké, gemene oefening. Heel gemeen. Mijn benen gaan wijd sluit en mijn handen die kruisen steeds. En vind je het nou heel moeilijk? Dan doe je het een stukje langzamer. Toevallig is het muziekje ook iets langzamer. Dus laten we het dan eigenlijk maar even gebruiken. Oké, één voet in het midden, één voet aan de zijkant. Hij is een beetje verschoven, zo. Oké, gaat hij weer. Dit is het leukste, hè? Lekker op ritme. Hier word ik echt blij van deze muziek. En als je blij bent, kost bewegen helemaal geen energie. Oké, als je het te moeilijk vindt, dan doe je het gewoon stappend. Stap en stap en stap. Maar gaat het wel goed, dan doe je het op deze manier. Acht, zeven en zes en vijf en vier, drie, twee, één. Oké. Hiel en tenen. Handig, hè, zo'n tijdschrift. Dan heb je iets om een beetje op te focussen. Nou, we pakken hem op. En we pakken hem tussen onze handen in. Zo. Duim aan één kant, vingers aan de andere kant. Oud liedje van Adamo. Ik hou goed mijn armen gestrekt en ik beweeg van links naar rechts. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Blijf lekker doorademen. Dus als je merkt dat je adem inhoudt, gewoon loslaten. Ademhaling gaat eigenlijk vanzelf. Gewoon met de beweging die je maakt met je armen. Oké, ik ga netjes rechtop zitten. Ik heb mijn armen gestrekt, dus echt als een nette dame rechtop. Goed zitten op je billen, de bordjes van de billen. Ik heb de knieën bij elkaar, mijn voeten op de grond. Oké, en 4, 3, 2. En laatste keer. Oké, draai van links naar rechts. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Leuk, hè, weer wat Franse muziek. Dat hoor je veel te weinig op de radio. Oké, je draait het tijdschrift rond. Niet te veel nadenken. Gewoon pakken. Het gaat ook om de coördinatie van je handen. Gaat het niet zo snel, dan doe je hem ook langzaam. Kan je ook nog op de maat van de muziek. Is het moeilijk om hoog te houden, dan doe je gewoon wat lager. Oké. Draai nu ook de andere kant op. Dat is gek, hè? Als je de andere kant op draait, voelt het eigenlijk weer anders.
En ik ga hem nou eens overpakken. Ik pak over. Ik pak over. Ik pak over. 4 keer. En 3 keer. En 2. En laatste keer. Oké. Handen weer aan de zijkant. Houd je armen gestrekt. Ik zit netjes rechtop. Goed mijn duimen wijzen naar midden toe. 1, 2, 1, 2. En dat is nog een zware oefening. Oké, let op. Ik heb mijn armen laag. En omhoog. En laag. En omhoog. En laag. Het mooie is dat je op deze manier lekker kunt strekken. Je gebruikt beide armen tegelijk. Je gebruikt je duimen erbij, je vingers. Oké, we houden zo de arm even hoog. En goed even rekken. Rekken, links, rechts, links, rechts. Soms pak ik met een bepaalde beweging het ritme weer op. Gewoon omdat het bewegen op het ritme van de muziek eigenlijk het allerlekkerst gaat. Nou, we leggen het tijdschrift weer neer. Zo, in de lengte. Aha, en we gaan weer wat leuke oefeningen doen. Let op. Je voeten aan de zijkant. Tik en terug. En tik en terug. Je hielen tik je op het tijdschrift aan. En tik en terug. En tik en terug. En tik en terug en tik en terug en tik en terug en tik. Terug. 4 keer. 3 keer. En 2 keer. Zelfde oefening nu met de voorvoet. Let op. Voorvoet op het tijdschrift en terug. Tik en terug en 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 tik. En terug. En tik. En terug. 4 keer. En 3 keer. En 2 keer. En laatste keer. Oké. Stap erop. En er weer af. Erop. Eraf. Erop. En eraf. Dit is echt een ander ritme. Tadam. 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 Erop. En eraf. Goed kijken. Ik doe het nu eerst met rechts en dan met links. Dus rechts, links en terug. Rechts, links en terug. Doen we nog 4 keer. 3 keer. En 2 keer. En andere keer. En dan doen we met links, rechts. Dus andersom. Dus links, rechts en terug. Links, rechts en terug. Links, rechts en terug. Links, rechts en terug. En 4 keer. En 3 keer. En 2 keer. En laatste keer. Oké. Loop over het tijdschrift. Dus je loopt naar de overkant en weer terug. Oké. Gaan we even wisselen. 1 voet voor, 1 voet achter, 1 voet op het tijdschrift en 1 voet gewoon op de grond. Oké. En we pakken het tijdschrift weer op. Nou, weer aan de zijkant vastpakken bij de vingers. Duim en wijsvinger. Armen gestrekt. Kleine stukjes. 1, 2. We doen 4 keer je duim met je wijsvingers. Daarna 4 keer met de middelvinger, dan de ringvinger en dan met de pink. Gaan we. 1 en 2 en 3 en 4. Middelvinger. 1 en 2 en 3 en 4. Let op, ringvinger. 1 en 2 en 3 en 4. En met je pink. 1 en 2 en 3 en 4. Pak vast met je hele hand. Beweeg van links naar rechts. Je buigt je armen. Oké. 4 keer. 3 keer. En 2 keer.
En laatste keer, hou je armen gestrekt. Kijk naar het tijdschrift. Kijk en kijk en kijk en kijk en kijk. Dus het is een rechte lijn wat ik zie naar het tijdschrift. Oké, sneller. 1, 2, 1, 2. Blijf kijken naar het tijdschrift. 8 keer. 7. En 6. En 5. En 4. 3. En 2. Blijf nu naar voren kijken. Nu alleen tijdschrift van links naar rechts. 1. En 2. En 3. En 4. En 5. 6. 7 en 8. Oké, rondje draaien. Om je gezicht heen. Om je gezicht heen. Andere kant. En wissel weer. En laatste wissel. Oké. Even je handen zo over het tijdschrift heen. En doe maar even strekken zo. En dan beweeg ik naar beneden en ik ga weer omhoog. Naar beneden en omhoog. Naar beneden en omhoog. Oké. 4. En 3. En 2. Oké. Hou het tijdschrift eens horizontaal. Ga midden van de stoel zitten. En tik. En terug. Tik en terug. Tik en terug. Ik beweeg het tijdschrift netjes naar beneden. En ergens halverwege tref mijn knie het tijdschrift. En probeer heel zacht aan te tikken. En dan voel je goed je buikspieren aanspannen. 4. En 3. En 2. En andere been. Komt hij weer. Tik, terug, tik, terug. En degene die nu denkt van wie was dit ook alweer? Dit is Suzanne van Leonard Cohen. Oké, nou heel zacht aantikken. Heel zacht, ik hou mijn been van de grond. En voel dan dat een hele simpele oefening ontzettend zwaar kan zijn. Voel het goed in je buikspieren. 4 en 3. En 2. Laatste keer. Oké. Haha. 2 knieën. Tegelijk. Let op. Hou de knieën goed bij elkaar. Doet het zeer aan je rug? Dan doe je nog gewoon de oefening met 1 been. Maar voor de kanjes onder ons gaan we gewoon 8 keer. Let op. 1. En 2. En 3. En 4. En 5. En 6. En 7. En 8. Oké. Hou het tijdschrift voor je. Let op. Ik kijk nu naar de camera, naar jullie. Dan kijk ik naar het tijdschrift. Ik kijk naar voren. En ik kijk naar het tijdschrift. Ik kijk naar voren. En naar het tijdschrift. Ik kijk naar voren. En dichtbij. En naar voren. En dichtbij. En naar voren. En dichtbij. En naar voren. Oké. Ik draai het tijdschrift om mijn gezicht heen. Ik heb nu mijn armen netjes gestrekt. En ik ga steeds meer mijn armen buigen. Dus ik buig steeds meer mijn armen. En dan draai ik steeds verder naar voren. Ik draai dus het tijdschrift om mijn gezicht heen. En de andere kant op. Armen gestrekt. En dan haal ik steeds meer naar me toe. Oké. En dan weer de andere kant op. Nu de laatste gemene oefening. Je draait die rondjes en je volgt met je ogen het tijdschrift. En de andere kant op. Je volgt met je ogen het tijdschrift. Oké. Ene kant. Andere kant. Hou je hoofd stil. Kijk met je ogen en volg het tijdschrift. Oké.
En leg even tijdschiet weer neer. Wat is dit eigenlijk hartstikke jammer. Het is zo'n mooi liedje, maar de les zit erop. We waren weer te gast vandaag met de stoelfitles op de Euromast. Ik wens jullie een superleuke dag. Lekker stoelfit meegedaan en hopelijk tot de volgende stoelfitles. Doeg!